Anderlecht wordt kampioen en club duwt Standaard dieper de dieperik in. Welkom bij Scoren Super League. Anderlecht is voor de 8e keer in zijn bestaan en voor de 4e keer op rij kampioen in de Scoren Super League. Met nog 3 speeldagen te gaan kan het niet meer bijgebeend worden door eerste achtervolger Oud Everlee Leuven, dat zaterdagmiddag in het Koning Boudewijn Stadion onvoldoende de vuist kon maken tegen Parswit en met 2-0 ten onder ging. De Anderlechtmeisjes gaan uit de bol na een knap seizoen met meer dan 100 goals. Anderhalf uur eerder zagen we 2 supergemotiveerde teams aankomen in de meest prestigieuze, maar wel gedateerde voetbaltempel die ons land rijk is voor de belangrijkste Super League match van het seizoen. Als Anderlecht won, kon het kampioen spelen, maar coach Wachel hield de druk af. Voor mij is het een match habituel, waar je que 3 punten hebt gagné. En c'est vrai que spécialement ce samedi, j'ai préféré les avoir chez moi que chez l'adversaire. Et puis, si on a les 3 points en plus, je verrai à la fin du match ce que ça aura comme répercussion. Mais pour moi, le plus important, c'est de jouer comme les autres matchs et de faire tout pour engranger les 3 points. Well, had nog een waterkansje op een mogelijke titel, maar dan hing het af van de volgende resultaten van Anderlecht en moest het eerst zelf winnen van Anderlecht. Moeilijk, maar niet onmogelijk. En dan moet je iets proberen. Ik denk dat de eerste wedstrijd een soort van test was, organisatorisch, om eens te kijken van oké, wat kunnen wij doen, hoe gevaarlijk kunnen wij zijn. En toen hebben we wel gezien inderdaad dat wij offensief iets te weinig brachten, dus in die optiek gaan we vandaag inderdaad iets meer proberen aan te vallen. De vele goede intenties van de Leuvenaars krijgen al een heel vroege knauw als Wijnands paast naar de Kingy die de paal treft. We spelen precies 2 minuten. Als OHL nog niet klaar wakker was, dan is het dat nu zeker en vast. Anderlecht heeft de match van bij aanvang in handen. En OHL is in de opbouw en vooraan onmondig en achteraan wat onzeker. Dat laatste wordt afgestraft door een sluwe beweging van Wullaert, die in minuut 10 voor de 1-0 zorgt. Tessa Wullaert, ze is en blijft aartsgevaarlijk. Het is het wedstrijdbeeld van de eerste helft en bij uitbreiding van de hele match. Anderlecht speelt zeer matuur, met de uitstraling van een kampioenenploeg. De Kingy heeft de paal al getest, nu geven Van Gorp en De Kingy de dwarslat een beurt. Van Gorp krijgt een minuut later opnieuw de kans om de score te verdubbelen. Ze steekt de bal naast. Op het eerste doelgevaar van OHL is het 25 minuten wachten. De paas is goed, de beweging van Van Zijr is mooi, maar het schot te zwak. Als we denken dat we met 1-0 nog een spannende tweede helft zouden kunnen krijgen, vergeet de Leuvense defensie weer eventjes Tessa Wullaert, die haar 35e competitiegoal met het hoofd binnenknikt 2-0. Het wordt zeer moeilijk voor Leuven. En bij Anderlecht zien we steunberichten aan Ella van Kerkhoven en Cassie Missipo op de shirts verschijnen. Mooi gebaar. De tweede helft is een maat voor niks. Anderlecht domineert te autoritair om Leuven zelfs nog maar een beetje in de partij te laten komen. We zien nog wel een fraaie beweging van Van Gorp achter het steunbeen die meer had verdiend. En een schot van Wullaert die een gepaste reactie van Van den Berg vraagt. De enige gevaarlijke vermelde zwaardige actie van Leuven valt in de laatste minuut. De poging van de ingevallen Houssay is te zwak. Zo blijft het 2-0. Anderlecht heeft getoond aan de ploeg die de grootste progressie toonde het voorbije seizoen dat de inhaalbeweging nog niet is gemaakt en dat het met recht en reden de 8e landstitel mag claimen. Quand on regarde quand je suis arrivé à Anderlecht il y a 5 ans, on avait pu être champion depuis 20 ans et maintenant sur 5 années, une fois ex-aequo, 4 fois champion. Quand je vois la joie chez les filles, quand je vois le progrès que le club a fait, en arrivant, on était dans des conditions d'entraînement qui étaient lamentables. Maintenant, les filles ont des terrains convenables, une salle de muscu convenable. Quand je vois l'évolution des filles, il y a 5 ans, il y avait 2 filles qui étaient parfois reprises en équipe nationale. Deux filles parfois. Maintenant, il y en a 10 qui sont internationales. C'est que le club, grâce au staff, au travail qui a été effectué,
elles sont maintenant, enfin, le club est maintenant un autre niveau. Als je globaal het seizoen bekijkt, is er één uitgesproken kampioen en dat moeten zij zijn. Maar ik denk ook wel dat we ons gewoon bewust moeten zijn dat dat voor ons een stap te vroeg was. Maar als ook, als je als ploeg de wedstrijd kan beginnen met als motivatie dat je vandaag kampioen kan spelen, moet je niet meer motivatie hebben. Dat hebben we ook gezien. Ik denk dat André heel scherp aan een wedstrijd begonnen is. Wij net iets minder, de tweede helft was dan net iets meer. Voor ons vond ik met momenten vonden we de voetballende oplossingen wel. En daar konden we dan verschil in brengen. Maar goed, ik heb heel veel teleurgestelde gezichten gezien bij ons na de wedstrijd. En dat moet de voeding zijn voor de twee volgende wedstrijden. We wisten als we vandaag wonnen dat we kampioen waren. Er was toch ergens misschien een beetje druk of zenuwachtigheid. Maar ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Het kon veel meer geweest zijn, maar we heel veel kansen laten liggen. Maar ik ben gewoon heel blij. Kampioen spelen op de IJssel, dat is mooi. Ik denk dat sommigen wel een beetje stress hadden, maar ik denk eens dat die bal aan het rollen was, dat die stress dan wel wegging. En ik denk de eerste helft kregen we ook veel kansen en scoren we ook twee golen. En ik denk dat ons wel vertrouwen gaf om gewoon die wedstrijd af te spelen. Anderlecht moet nog drie keer aan de bak. Uit bij Standaard, thuis tegen Club en uit naar Gent. En de titel mag dan wel binnen zijn. Anderlecht kennende zal het ongetwijfeld voor een 9-9 willen gaan. Kwestie van het seizoen in gepaste stijl af te sluiten. Club YLA won nog geen enkele keer in de play-offs en wilde daar graag verandering in brengen tegen Standaard, dat zelf ook een gewond dier was na 0-9. De Luikenaars konden nog maar één keer winnen in de play-offs, thuis tegen Club werd het 3-1. Bij Standaard staat niet Lisa Lichtfus in doel, maar de 16-jarige Léa Desmarais. Coach Lamara kijkt al naar de toekomst. Il fallait voir d'autres filles. On essaie clairement de préparer la saison prochaine, donc pendant les playoffs. Les changements aussi avec Lisa, c'est pas une punition, c'est juste voir aussi un peu que ce qu'on a comme deuxième gardienne, troisième gardienne, de les mettre en situation aussi, de prendre aussi d'expérience aujourd'hui. Beide ploegen willen hoog druk zetten en het is de thuisploeg die er het meeste gevaar uit creëert. Na een slechte terugspeelbal verkijkt Desmarais zich op Laridon, die uit een scherpe hoek de bal toch nog in doel krijgt. 1-0, knap afgewerkt door de Brugse spits. Bij Club voetballen ze graag van achteruit, al gaat dat soms gepaard met risico's. Gerard wacht te lang met trappen, waardoor Kobussen tot een schot komt. Zo krijgen we ook een eerste poging tussen de palen voor Standaard. De Brugse druk blijft aanhouden en op het halfuur krijgt het ook een strafschop na Hens van Aanrode. Minnaert zet die feilloos om voor de 2-0. Een paar minuten later komt de volgende aanvalsgolf. Desmarais denkt te kunnen onderscheppen, maar Laridon prikt de bal nog net voorbij de doelvrouw. Tot bij Van Geluwe, die netjes achter de bal blijft en geen buitenspel staat. Zo gaan we rusten met 3-0. Ik denk dat we heel veel speelsters missen. En er gaan er heel veel weg. En ik denk dat die met hun gedachten ergens anders zitten. En het draait gewoon niet. De trainer stopt ook. Dus ik weet niet of er nog heel veel zin is binnen de kleedkamer. Lamara was duidelijk ook niet tevreden en voert drie vervangingen door tijdens de rust. En dat lijkt zijn effect niet te missen. Van Mechelen stuurt Gelders diep. En wanneer die wordt neergehaald door Gerard, verdient ook Standaard een strafschop. Van Mechelen knalt de 3-1 tegen de touwen. We hebben weer een wedstrijd. Club is niet van slag, want nauwelijks drie minuten later bokste deze mooie aanval in elkaar. Iliano vindt Laridon aan de tweede paal en zij werkt de 4-1 binnen. De tweede helft is een aangenaam kijkstuk met kansen over en weer. Hier de goede bal op Van Mechelen, die hem heerlijk uit de lucht haalt en al even heerlijk afwerkt. 4-2, Standaard met uitblinkster Van Mechelen, geeft zich duidelijk niet zomaar gewonnen. De bezoekers blijven dan doordrukken en Club profiteert van de ruimte om te counteren. Van Geluwe met een goede versnelling en voorzet voor Minnaert. Zo wint Club YLA met duidelijke 5-2 cijfers. Ik denk dat we moeilijke momenten hebben gehad, omdat we ook Pleo Veens is elke week een goede tegenstander. Wat we ook wouden en we hebben daar veel uit geleerd, ook uit die matchen, dat we geen punten hebben gehaald, dat we misschien ook meer hadden verdiend. En ja, ik zei het, we moesten gewoon blijven ervoor werken en vandaag heeft dat zich geloond. Club pakt eindelijk die eerste zege in de play-offs en dat doet uiteraard veel deugd. Wat dat mij vooral
plezier doet, dat is dat we bewezen hebben dat we absoluut in die play-off 1 thuis horen. En het heeft lang geduurd, maar we hebben opnieuw wat stappen gezet. En ja, ik ben super fier op de meisjes. Vrijdagavond nam Genk het thuis op tegen SCV. De winnaar van de partij kon de leidersplaats innemen in play-off 2. Zulte had 2 dagen eerder zijn vorige wedstrijd gespeeld, maar een eventuele vermoeidheid werd op voorhand niet als excuus opgeworpen. Ik denk vooral achter een zware week, 3 wedstrijden in 7 dagen, dat het wel mooi zou meegenomen zijn. Maar we zijn er ons van bewust dat het vandaag echt wel moeilijk zal worden ook. Want ja, Genk heeft meer rust gekregen ook. Gaat zeer gedreven gestaan ook. Het is aan ons om vandaag daar vanaf de eerste minuut een positief antwoord op te geven. We zitten in een goede flow en we proberen dat zo lang mogelijk te rekken. We zijn vrij geweest het weekend. Dinsdag vrij geweest. Zult niet gewonnen. Dus vandaag is maar één ding. Je moet winnen vandaag als je nog wilt meedoen naar play-offs 2. Dus, geen enkel excuus, vandaag moet je winnen. Toch start Zulte iets minder fris en scherp. In de openingsminuten is het vooral Genk dat druk zet. Van de Steen verovert de bal. Pauwels met de voorzet. Duister strapt, maar Meerschaert komt niet in de problemen. Na een knappe balrecuperatie in minuut 20 zien we Pauwels met de voorzet. En Gwent Duister gaat alleen op doel af. Ze tikt heel simpel binnen. Het is 1-0 voor Genk. Het eerste half uur is vooral Genk de gevaarlijkste ploeg. SCV probeert het met counters, maar daar komen voorlopig geen echte kansen uit voort. Scherres met de trap, de bal gaat ver naast. Dit is de eerste keer dat Zulte in de buurt van het Genkse doel komt. De Limburgse aanvallen blijven komen. Van Hout dribbelt van op haar flank langs Scherres. Ze haalt uit, maar opnieuw kan Meerschaert het schot wegtikken. 5 minuten voor rust loopt Vervakke aanvoerder van de Zanden onderuit en we krijgen een vrije trap voor Genk. Van der Zanden met het schot. Meerschaert maakt een inschattingsfout en Duisters kopt binnen. 2-0 voor Duisters doelpunt 14 dit seizoen. Opnieuw Genks gevaar vanuit een stilstaande fase. Bij een hoekschop staat Duisters helemaal alleen, maar ze trapt in het benenbos van de Zultse verdediging. De vermoeidheid speelt SCV blijkbaar toch duidelijk parten. We gaan met 2-0 de rust in. Ook in de eerste 10 minuten van de tweede helft ontbreekt het Genk niet aan kansen. Maar efficiënt afwerken blijft toch wel een heikel puntje. Voets met de voorzet, Duisters komt net te laat. In de 57e minuut krijgen we eindelijk een geslaagde aanval van Zulte. De Baats met de voorzet, Builen kop naast. 5 minuten later opnieuw gevaar van Zulte. De Vos met de paas naar Bouabadi. Die dribbelt vanop de flank langs Van de Steen. Tracht Builen te bereiken, maar Gielen blokt het schot. De bezoekers komen steeds meer in de match. 10 minuten voor tijd wordt Van der Zanden opnieuw onderuit getackeld, maar het spel gaat deze keer gewoon door. Builen krijgt de bal en stuurt Bouabadi diep. Die krijgt een geweldig mooie kans, maar mist onbegrijpelijk. Scherres probeert het met de tweede bal, maar Van Hout brengt redding. Het blijft dus 2-0. De 3 punten zijn voor Genk en daarbovenop een clean sheet voor de jonge doelvrouw van Wijngaarden. Het is nog een van mijn eerste matchen bij de eerste ploeg. Dus dat is natuurlijk leuk als je dan zo een clean sheet kunt meepakken. Maar ik denk echt dat we als verdediging en iedereen er vandaag echt sterk stond. We hadden geluk dat we in de eerste helft toch al die voorsprong hebben genomen met 2 doelpunten. Dus de tweede helft was echt wel op karakter. Maar ik ben vooral heel trots op de ploeg, op de mentaliteit en de grinta die dat ze vandaag hebben getoond. Ik ben echt super blij voor mezelf, voor de ploeg, voor de hele staf. We werken zo hard en dit is echt verdiend na de laatste weken. De eerste helft was Genk gewoon in alle duels veel sterker en dat heeft ons vooral genekt. En ik vind niet dat je het mocht steken op de vermoeidheid, want iedereen heeft op voorhand aangegeven dat hij speelklaar was. Dus dan, dat mocht het niet opsteken. Maar gewoon, ik blijf bij, ja, als je de eerste duels en tweede duels niet wint, dan wordt het een moeilijk verhaal. Na de nederlaag tegen Zultewaregem wilde Charleroi een goede beurt maken tegen White Star Woluwe, de ploeg waarvan het precies een maand geleden al kon winnen.
Bij White Star was het harken om een ploeg bijeen te krijgen. Het telt nog steeds veel geblesseerden. Hevige regen in het wedstrijdbegin. Het is White Star dat daarin het beste van start gaat zonder echt gevaarlijk te zijn. De vrije trap van Marie Bougeard verontrust Colette niet. Een hoekschop even later wordt simpel weggewerkt door de Carollo-defensie. Na 20 minuten kan Charleroi zich dan toch eens doorzetten met een mooie aanval. Duterne opent op aangeven van Bouchena de score. Mooi schot is het en het staat 1-0. Precies 10 minuten kan Charleroi genieten, want Gijsbrechts probeert het van zeer ver met succes. Een heerlijke lange loop voor de 1-1, dat is ook de ruststand. Na de pauze komt Charleroi met wat geluk opnieuw op voorsprong, wanneer een hoekschop van Bouchena ongelukkig door Bougeard in eigen doel wordt gewerkt. White Star krijgt de mentale tik en Charleroi neemt de controle van de match in handen. Mehevets komt dicht bij de 3-1. Die komt er even later alsnog. Megan Vos gaat haar kans, scoort en geeft haar team meer dan een goede reden om een feestje te bouwen op het veld. Bah écoutez, oui, je tire, elle part bien, il y a l'espace et elle est goal. White Star probeert nog wel zonder echt gevaarlijk te zijn. Het krijgt in de toegevoegde tijd het deksel zelfs nog op de neus, wanneer Duterne er 4-1 van maakt. De mooiste zege van het seizoen voor Charleroi, dat de laatste plaats weer doorschuift aan Woluwe. Ouais, je fais du bien, surtout, je vais pas le répéter assez jusqu'au bout. Je suis vraiment content pour tout le staff et pour les filles, parce que elles reviennent, elles travaillent, elles sont là, elles sont dévouées, elles se donnent et tout le staff est impliqué aussi jusqu'au bout et on va continuer comme ça. Je le dirai jamais assez, si on fait une maison sans commencer par les fondations, ben elle s'écroule et on a dû repartir des bonnes bases pour aujourd'hui pouvoir profiter, jouir de succès comme ça. Vorige week raakte bekend dat Clotilde Kodde volgend seizoen van White Star naar Charleroi trekt. Met de focus op haar huidige club is ze toch bereid om haar analyse van de match te maken. Je pense que de toute façon le résultat parle de lui-même, hein, bien qu'on ait essayé. Je pense que tout à chacun, enfin chacune a essayé de mettre sa pierre à l'édifice, mais les choses n'ont pas roulé comme on l'aurait désiré. Charleroi a mis une grosse pression, une grosse détermination physique et on n'a pas su y répondre. We kijken nog eens naar het scorebord van speeldag 7 in de play-offs. In de rangschikking van play-off 1 kan Anderlecht dus niet meer ingehaald worden en het is kampioen. Gent en OHL hengelen naar plaats 2. En in play-off 2 bikkelen we met 3 voor de beste eindpositie. Morgen en overmorgen staat speeldag 8 op het programma. Standaard Anderlecht is op 11 Pro League live te zien dinsdag 20 uur. Alle hoogtepunten van alle matches serveren we donderdag in ons highlights magazine. Tot dan!